In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet te bekoring, maar verlos ons van kwade. Amen. Heilige Johannes, bid ons. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. We zullen dus nu spreken over de derde brief, de brief van Christus aan de kerk van Pergamon. Dat is nog altijd op jullie eerste blad. En belangrijk is ook te zien dat elke brief op dezelfde manier is opgebouwd. Er is een opdracht tot schrijven, er is een plechtige openbaring wie dat Christus is. Dan toont Christus dat hij op de hoogte is van het goede, maar ook van het kwade. En dat hij desbetreffende lof of straf geeft. En dan altijd afsluitend met de woorden: hij die oren heeft om te horen dat hij horen. Ja? Dat is heel belangrijk. Wie oren heeft dat hij hoort. We zouden zeggen, ja, natuurlijk horen wij met onze oren. Maar iets horen en iets horen is iets anders. Hè? Je kunt iets waarnemen met je oren, maar je kunt het ook in je laten indringen. Het is het laatste dat ons lieve Heer natuurlijk wil. Weet je, het is natuurlijk interessanter hier te spreken over de eindtijd en de draak en antichrist en dit en dat. Maar dat helpt ons niet, want wij zijn niet de draak, hoop ik. En we zijn ook niet de antichrist, hoop ik ook. Wij hopen wel onze ziel te redden. En dat betekent, wij moeten luisteren wat Christus wil van deze zielen. En die kerken zijn eigenlijk zielen. Lezen wij de brief van Pergamon. Schrijf aan de engel van de kerk van Pergamon. Dit zegt hij die het voert, het scherpe tweesnijdende zwaard. Ik weet waar gij woont, daar waar de troon van Satan staat. Toch houd ge vast aan mijn naam. Het geloof in mij hebt ge niet verloochend. Zelfs in de dagen van Antipas niet, mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u waar Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u, want ge hebt er daar die de leer van Balaam volgen, van hem die Balak een struikelbok leerde leggen voor Israëls zonen om afgodenoffers te eten en ontucht te plegen. Zo hebt gij er ook die de leer van de Nicolaïten volgen, die hetzelfde beoogt. Bekeer u dus, zo niet, dan kom ik op u af. Ik zal strijd tegen hen voeren met het zwaard van mijn mond. Wie oren heeft, die horen wat de Geest zegt tot de kerken. Wie overwint, zal ik het verborgen manna geven. Ik zal hem schenken een witte steen, en op die steen zal een nieuwe naam staan geschreven, die niemand kent dan die hem krijgt. Dus dezelfde opbouw. Christus heeft hem zelf een titel. Hij die twee snijdende zwaard voert. Het lof is dat zij trouw blijven en dat zij hem niet hebben verloochend. Zelfs niet in de stad waar Satan troont. Stel je voor. Hè? Daar waar Satan in volle persoon is, zij blijven trouw. Want daar is ook een ding dat de Christus niet tevreden is. Namelijk dat hij mensen bij hem heeft die de leer van Balaam en de leer van de Nicolaïten volgen. Als hij niet iets doet, dan zal Christus zelf ingrijpen in de plaats van de bisschop. Doet hij het toch, dan zullen zij verborgen manna krijgen en een witte steen en een nieuwe naam. Dat is eigenlijk een beetje de structuur van deze brief. Hè? De stad Pergamon is een burcht, een versterkte stad. Het is eigenlijk een vestingstad. Hè? Het is ook een industriestad, een stad waar perkament wordt gemaakt. Het is een grote stad van 100.000 inwoners in die tijd. Dat is groot, hè? In die tijd. Hè? Die stad is ook bekend om zijn heiligdommen. Dat is te zeggen, om zijn tempels voor de afgoden. Namelijk een tempel voor Zeus, een tempel voor Athena en een tempel voor een heer afgod Esculaap. Dat is de god van de geneeskunde, wiens embleem de slang is. En ook een tempel voor de god Dionysius.
ook bekend als Bacchus. Dat betekent degene die onmatigheid predikt, hè, onkuisheid. Hè. Al die afgoden hebben tempels die door pelgrims worden bezocht. En daarom heeft Pergamon de naam van troon van Satan. Omdat het gewoon een epicentrum is, een centrum is van afgoderij. Daar wordt de Satan met zijn duivels vereerd. In de plaats van Christus. Hè. In Pergamon is er nog een probleem. In die stad is de keizercultus ontstaan. De afgoderij van de keizer. Het is de keizercultus die ook vele martelaren zal brengen. Denken wij maar aan de heilige Sebastianus. En Sebastianus zegt als soldaat: keizer, ik wil u dienen als mens. Gij zijt vorst. Maar ik kan u niet dienen, gij die zegt als ge God zijt. Ik kan u niet aanbidden. Ik kan u dienen als legitiem omdat je koning zijt, maar niet omdat je God zijt. En daarom worden zij gemarteld, de christenen ook. Hè? Goed. De titel die Christus gebruikt is hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard voert. Dus, dat betekent dus hij degene die oordelen zal. Hij degene die scheiden zal. Het probleem in deze gemeenschap van Pergamon is dat er ketterijen heersen. En die bisschop doet niets. De bisschop laat die twee ketterijen van Balaam en de Nicolaïten leven. Hij grijpt niet in. En Christus komt als met een tweesnijdend zwaard. En betekent, hij zal scheiding houden. Hij zal orde op zaken stellen. En Christus, zoals altijd, begint met een erkenning van een goede eigenschap. Hij zegt, ik weet waar jij woont, daar waar de troon van Satan is. En dat is lofwaardig. Het is te zeggen, als je daar uithoudt, moet je wel capabel zijn. Hè? Als je het moeilijk, als je niet veel aan kunt, dan vlucht je de moeilijke plekken. Hè? De moeilijke opgaves. Maar die christenen van Pergamon, die blijven waar ze zijn en ze blijven christen. Hè? Zoals het hooglied zegt, zoals een lelie midden onder de doornen, is mijn vriendin onder de vrouwen. Hè? En ook... Paulus zegt, ik wil dat gij onberispelijk mocht zijn, ongerept, als vlekkeloze kinderen van God, te midden van een krom en een verdraaid geslacht. Dat geldt ook voor ons. Hè? Als wij, we leven nu niet onmiddellijk in de heilige samenleving, hè? Wel, we moeten bidden en vragen ons hier neer, laat ons zijn zoals die christenen van Pergamon. Misschien kunnen wij niet weg. Wij kunnen geen eiland komen. Een eiland is ook maar een eiland. Hè? En in het bos zitten is ook niet zo interessant. Dat lijkt misschien mooi, maar dat is ook niet interessant. Dus wij moeten het hier doen, in Germen, of waar het ook woont. Hè? En dan moet je die vragen, ik moet die kracht hebben om trouw te blijven. Ook al staat de troon van Satan naast mij. Hè? Pergamon heeft een martelaar die noemt Antipas. Antipas is gedood, wij weten dat, omdat hij weigerde een offer te brengen aan de afgoden. En we weten dat heel goed. En die vervolging waar Antipas in gestorven is, ging voor ene keer niet uit van de Joden, maar wel van de heidenen. Goed, na dit lof heeft Christus ook een berisping voor de kerk van Pergamon. Namelijk dat de bisschop die twee ketterijen van Balaam en de Nicolaïten in zijn gemeenschap laat bestaan. Wie de Nicolaïten zijn, dat weten we al. Die hebben een hang naar het Oude Testament. Die willen... Die neemt niet zo ernstig met ontucht. Hè? Die doen dus ontucht. En die willen ook deel hebben aan offermaaltijden van de heiden. Gewoon uit sociale contact. Hè? Wij moeten mensen tegen mensen zeggen, sorry, ik kan niet meer met u contact hebben, want jij brengt mijn ziel in gevaar. Dat moeten wij eigenlijk zeggen. En als we dat niet zeggen, dan lijken wij op die bisschop van, was daar, in Efeze, die niet scheiding doet van de Nicolaïten. Hè? Goed. Pergamon is een kleine gemeenschap. Een grote stad, maar een kleine christengemeente. Het gevaar bestond dus, zegt Ambrosius, om compromissen te maken met de wereldlijke mensen. Hè? En dat kan niet. Hè? Wij moeten dus, bijvoorbeeld die profeet Balaam. Profeet Balaam was eerst een echte profeet. En God sprak door de profeet Balaam in het boek Numeri. Hè? Dat is het vierde boek. Van de Heilige Schrift. Hè? En die Balaam, die was geroepen door koning Balak,
Balak, die vernoemd wordt daar in de brief. Hè? Die koning Balak die wilde oorlog voeren tegen Israël. Maar hij kon ze niet overwinnen. Waarom? Omdat Israël de hulp kreeg van God. En daarom liet Balak die een Balaam komen om over Israël een vloek uit te spreken. Maar Balaam die zei, dat kan ik niet doen. Hè? Want God die gaat het niet zo leuk vinden dat ik dat doe. Maar, zegt hij, ik kan u wel een raad geven. Je moet de Israëlieten tot afval brengen. Dat betekent, je moet ze eerst tot ontucht brengen. Tegen het 6 en 9 gebod. Dan zult gij zien dat zij vele zonden zullen doen. En uiteindelijk een geloof in God zullen opgeven. Tot afgoderij zullen vervallen. Dus dat is ook een les voor ons. En dat is zo. Hè. Als wij toegeven aan, aan de overtreding van het 6 en 9 gebod. Dan brengt dat ons geloof in gevaar. Dan maakt dat ons plomp. Dat laat ons niet meer voelbaar zijn voor geestelijke genade. Dan zijn we echt gericht naar wat aards is. En daar is de kerk van Pergamum, misschien zijn we daar ook misschien te toegefelijk op dat gebied. Dus Christus wil dat dat gedaan is. Hij wil geen christenen die een liberale manier van christen zijn hebben. Die een christen-heidense levenswijze hebben. Een middelweg zoeken. Christus wil niet verenigd zijn met de wereld. En de controle bij onszelf. Christus dreigt, als gij niet zult ingrijpen, dan zal ik komen als de ruiter op het witte paard. In het 19e hoofdstuk van de Apocalypse komt er een ruiter op het witte paard, uit wiens mond een scherp zwaard komt. En Christus zegt, als gij niet wilt dat ik persoonlijk kom, dan moet gij nu u bekeren. Dat is de kern eigenlijk van de predikatie van het Koninkrijk des Hemels. Allereerst ons bekeren om in juiste verhouding te komen tot God. Alvorens wij het koninkrijk kunnen binnengaan. En Christus zegt, bekeert u, zo niet, kom ik spoedig bij u. En ik ga oorlog voeren met hen, met het zwaard uit mijn mond. Dat klinkt niet onmiddellijk zo aangenaam. Met andere woorden, als je u niet bekeert, zullen met het zwaard van mijn mond sommigen uit het volk worden weggedaan. Ik zal een straffen hier op aarde. Als gij u bekeert, als gij ingrijpt, dus de bozen onder uw midden verdrijft, dan krijgt gij een loon van mij. Dus misschien moeten wij hier nadenken, heb ik misschien vrienden die mij naar de hel helpen? Heb ik bezigheden die mijn ziel in gevaar brengen? Waardoor ik eigenlijk op een tussenlijn loop tussen Christus welgevallig willen zijn en de wereld. Als jij niet kiest, kunt geen twee heren dienen, zal Christus zorgen dat jij naar een van de twee kanten valt. Zo simpel is het. Hè? Hemel of hel. Hè? Als jij voor de kant van Christus kiest, dus niet hoort, iet de maledictie, ga weg van mij, gij vervloekt in het eeuwige vuur, krijgt het volgende loon. Als je dus voor Christus kiest, een verborgen manna. Een verborgen manna, een witte steen, heel interessant, een witte steen, en een nieuwe naam. Wat betekent dat? Het verborgen manna is Christus zelf. En je weet, Christus zegt tegen in een van zijn brieven, nu zien wij God nog gesluierd. Maar later in de hemel zullen wij hem zien van aangezicht tot aangezicht. Zonder sluier. Dus wij zullen dat krijgen wat geen oog gezien heeft, wat geen oren gehoord heeft, wat geen mensenhart uitgedacht heeft. God. Nu hebben wij geen beeld van God. We hebben een beetje een beeld van God. Maar zoals hij echt is, weten wij niet. Dat is het diepste wezen. Dat is pas voor ons in de hemel voorbehouden. En daarom zegt Christus, als je mij nu trouw blijft, krijg je mij. Die nu nog het verborgen manna is. En nu, als je nu naar mij kijkt, ziet je mij als een witte hostie. Je ziet mij niet. Maar ik ben er wel. Daarom, je zult mij genieten. En manna werd gegeven aan de Joden in de woestijn. Dat weet je, hè? Wel, die christenen, als zij Christus trouw blijven, krijgen nu reeds ook manna. Dat betekent, door de heilige mis, door de heilige eucharistie, communie, krijgen zij voedsel voor het leven van hun ziel. Ze krijgen sterkte daardoor. Dus net zoals de Joden door de woestijn konden trekken om naar het beloofde land te gaan, door dat manna, zegt Christus, als gij mijn sacramenten gebruikt, beloof ik u, gij zult
zonder schade, zonder dood te vallen, in het beloofde land, in het eeuwige leven aankomen. Ja, voilà. Een witte steen, wat is die witte steen? De heilige Johannes zegt het volgende. De witte steen met een nieuwe naam. Dat gaat eigenlijk over dat verbondenheid. Die steen, die werd, een steen, die witte steen op zichzelf betekent eigenlijk zoals vroeger in het gerechtshof. Bij de Romeinen, als je onschuldig werd bevonden, dan kreeg je een witte steen. En om te tonen dat je een carte blanche hebt, een witte kaart, of zeggen ze dat, een carte blanche, dat is een witte kaart, hebt. We zijn onschuldig. Dus als je mij trouw blijft, neem ik alle zonden van u weg. Dan heb ik niets tegen u. Dan is er niets beklagenswaardig, waardoor dat je niet de hemel zou kunnen binnengaan. Je bent onschuldig bevonden voor mijn gerechtshof. In oude tijden kreeg je ook een witte steen als entree-ticket, noemen ze dat, ingangsticket, voor een theater. He, dus je kocht je ticketje zo, en je ging een ticketje, kreeg een witte steen. En dan bij de ingang van het Colosseum of zo, dan moest je een witte steen tonen en dan mocht je binnen. En dus Christus zegt, van mij krijg je een witte steen en mocht binnen in de hemel. Christus gebruikt die beelden die christenen in dat gebied ook kenden. He? Ja. Als Christus tegen ons zegt, word martelaar en krijg de witte steen van mij. Oké, dat is heel leuk. Hè? Maar die witte steen betekent dus een ingangsticket. Hè? Ja? Dus, en die witte steen die toont ook dat wij eigenlijk gereinigd zijn. Dat we leven in een heiligmakende genade. Dat wij herboren zijn. En we krijgen een nieuwe naam. Dat betekent, Christus schept ons nieuw. En daarom, als wij gedoopt worden, sterven wij met Christus en wij verrijzen als een nieuwe persoon. Hè? Daarom, als jij gedoopt wordt, de eerste vraag die de kerk aan u stelt is, wie zijn jij? Hè? Wat is uw naam? Hè? En dan Peter en Peter zeggen dan de naam. Hè? Dus daarom, wij krijgen dan door ons doopsel, door de heiliggemaakte genade, een nieuwe persoonlijkheid. Dat is ook een vraag voor ons. Hè? Zijn wij een andere persoonlijkheid? Of leven wij echt nog als ongedoopten op bepaalde gebieden? Hè? Leven wij nog in de erfzonde? Hè? En Ambrosius zegt, het is ook heel mooi dat wij een nieuwe naam krijgen, want de goede herder kent zijn schapen bij naam. Hij weet wie dat we zijn. Allemaal persoonlijk. Hè? En ook, we zien in het evangelie dat Christus soms zijn uitverkorenen nieuwe namen geeft. Bijvoorbeeld, Petrus. Hè? Kefas. Simon wordt veranderd naar Kefas, naar Petrus. Hè? Ook Johannes en Jacobus krijgen de naam Donderzonen. Hè? Of Abraham wordt Abraham. Hè? Jacob wordt Isaac. Wordt Israël. Hè? Ja, de eerste letter was juist. Hè? Dus het is belangrijk. Ambrosius zegt, wij krijgen allemaal witte stenen. Dat betekent, wij zijn allemaal onderdeel van het hemelse Jeruzalem. We zijn alle bouwstenen van het koninkrijk Gods. Hè? Door die zielen die gered zijn. Hè? En dan, Johannes komt dan nog verschillende keren te spreken over die nieuwe namen. Hè? Ik zag het lam op de berg Sion en bij hem de 144.000 mensen met op hun voorhoofd de naam van de Vader geschreven. Ja, weet je. In tegenstelling tot de volgelingen van het beest, en die het merkteken op hun hoofd of op hun hand hebben, krijgen de geredden de naam van God op hun voorhoofd. Hè? Ook schrijft hij, er zal geen enkele vloek meer zijn, de troon van God en de troon van het Lam zal er zijn, en de dienstknechten zullen hem dienen. En ze zullen God zien van aangezicht, en op hun voorhoofd zal Gods naam geschreven staan. Apocalypse 22. Ook op de tulband van Aaron, kent je wel, hè? De eerste hoge priester, die had een tulband aan. Hè? En op die tulband stond er een ijzeren plaat en daar stond Yahweh op. Geheiligd. Hè? De heiligheid van de Heer. Hè? Ook in het boek Isaia zegt God, ik zal u een nieuwe naam geven. Hè? Dus je ziet, en God die grijpt terug ook weer op die wereldse zaken dat die christenen kennen. Maar ook op die dingen van het Oude Testament. Daarom, we moeten er alles aan doen om dat verborgen manna te krijgen. Uit ons leven alles verwijderen wat enigszins niet God is. En daar doen wij
de gaven van de wetenschap vragen. Kent de zeven gaven van de Heilige Geest? Ik ga ze niet vragen, hè, maar je kent de zeven gaven van de Heilige Geest. De gaven van de wetenschap is de dingen in de wereld zo zien zoals God ze ziet. Hè? Zijn ze aangenaam aan God of niet? En zoals Ignatius zegt, wij moeten de dingen van deze wereld zo gebruiken in zoverre ze mij helpen mijn ziel te redden. En we moeten afstand doen van deze dingen in zoverre zij mijn ziel verderven. Het is dat wat deze bisschop moet doen, wat ook wij moeten doen. Hè? Alles wat niet goddelijk is, verwijderen. Hè? Als we het nu niet doen, worden we ofwel volledig werelds, komen in de hel. Als we het nu niet doen, komen we misschien in het vage vuur, in die lijdensplek. Dat is ook niet interessant om daar te zijn. Goed. Heel interessant is Ambrosius, een andere kerkleraar van de 15e, 16e eeuw, die zeggen, dus de kerk van Efeze is de beginnende kerk. Die grote liefde moet hebben, enzovoort. Dan hebben we de kerk van Smyrna, dat is het tijdperk van de vervolgingen. De Romeinse vervolgingen. De kerk van Pergamon is het tijdperk van de ketterijen. De derde en de vierde eeuw na de vervolgingstijden. De tijd van, noemt hij de people, Arius enzovoort. En het is ook de tijd van de grote concilies. Dus waar op perkament de ware leer werd geschreven. De tijd van de kerkvaders, die boeken schreven over de katholieke leer. En Pergamon is de tijdperk, eigenlijk de productie van het perkament. Misschien een beetje ver gezocht, maar ergens klopt het wel allemaal. En zo, als het goed is. Goed, we gaan naar de brief van Thyatira. Een klein probleem, volgens Ambrosius. Want Ambrosius heeft nergens op de kaart Thyatira gevonden. Dus in die tijd bestond die kerk niet meer. En sommigen van zijn tijd zeiden, kijk wel, de Apocalypse is geen geïnspireerd boek van de Heilige Schrift, want er bestaat geen Thyatira. Goed, we gaan ervan uit dat er wel Thyatira zal bestaan hebben. De kaartjes duiden ze ook wel mooi overal aan, waar Thyatira was. Hè. Ook trouwens, de kerken zijn vernoemd in de volgorde dat de post ging. En de postbode in het Romeinse Rijk, dus die ging op die manier de straat af, ik kan het zo zeggen. Dus die staan in die volgorde ook geschreven. Hoe dat hij de adressen tegenkwam. Hè? Trouwens. Ja. Goed. Schrijf aan de engel van de kerk van Thyatira. Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als een vuurvlam. En wiens voeten zijn als glanzend koper. Ik ken uw werken, opnieuw. Hè? Uw liefde, uw geloof, uw dienstvaardigheid, uw standvastigheid. Ook dat uw latere werken talrijker zijn dan de eerste. In tegenstelling tegenover de bisschop van Efeze. Dat is het lof. Maar, ik heb tegen u dat ge de vrouw Isabel laat begaan, die zich profetes noemt en door haar leer mijn dienaars verleidt om ontucht te plegen en afgodenoffers te eten. Ik heb haar tijd gegeven om tot inkeer te komen, maar ze wil zich niet bekeren van haar ontucht. Zie, haar werp ik op het bed, die overspel met haar plegen, breng ik een grote verdrukking, wanneer ze zich niet van haar werken bekeren. Haar kinderen zal ik doen omkomen door de dood. Dan zullen alle kerken weten dat ik het ben, die nieren en hart doorgrond, en dat ik ieder van u naar uw werken vergeld. Aan de anderen van Thyatira, dus die niet met die vrouw Isabel, Jezebel, meedoet, zeg ik, die de leer niet aanvaarden en de diepte van Satan niet kennen, zoals men dat noemt, aan u zeg ik, ik leg u geen andere last op, houd gewoon vast en dat wat ge hebt, totdat ik kom. En dan het vooruitzicht, wie overwint en ten einde toe mijn werken volbrengt, hem zal ik macht geven over de heidenen. Met ijzeren staf zal hij ze wijden, gelijk de aarden vaten worden verbrijzeld, zoals ik die macht van mijn vader ontving. Ook zal ik hem schenken de morgenster. Wie oren heeft, hij hoore wat de geest zegt tot de kerken. Ook de stad Thyatira, voor zover wij weten, is een industriestad geweest. Een industriestad. Hè? Christus stelt zich voor als een machtige heerser, iemand die de geheimen en de verborgen daden van de mensen doorgrondt.
is al een eerste maning voor ons. Wij kunnen ons wel doen blijken voor de mensen dat we katholiek zijn, dat we traditionalist zijn enzovoort. Maar in het verborgene, wie zijn wij? En de mensen kunnen wij iets voorspiegelen, maar Christus doorgrondt onze hart en onze nieren. Hij heeft ogen van vlammend vuur en zijn ogen doorboren de duisternis van dwaling en dringen in het diepste diepte door, in de afgrond van Satan. En met zijn voeten van metaal zal hij niet wijken. Hij is standvastig. Hij staat gereed om de vijanden van God te verbrijzelen. En zo stelt Christus zich voor in de brief aan Thyatira. En hij geeft de bisschop van Thyatira lof op de gemeenschap van Thyatira, namelijk om de vele goede daden. Stel u dat voor, dat je lof krijgt van Christus voor uw geloof. Schitterend, dat wil ik wel krijgen. Hè? Christus die zegt, niet tegen mij een klein gelovige, maar zegt, chapeau, zeer goed voor uw geloof. Kan u dat tegen ons zeggen? Of zijn wij twijfelenden, weinig vertrouwen hebbende? Christus geeft lof voor de liefde die ik heb. Wauw. Hè? Christus geeft lof voor mijn geduld. Dat zou super zijn als dat we doen. Hè? En hij zegt ook voor het goede dat er nu is gebeurd, dat groeit. Hè? Dus heel tegenovergesteld van Efeze. Hè? En Christus zegt dus dat hij ook iets heeft tegen Thyatira, dat hij een berisping heeft. Namelijk, ondanks dat de bisschop katholiek is, dat de bisschop een heilig leven voert, is er onkruid in de gemeenschap. Dat is ook voor ons een sterking. Kijk, ondanks dat wij spreken over de heilige katholieke kerk, kan het zijn dat er in de kerk onkruid is. Dat er afgodendienaars zijn. Dat er mensen zijn die niet Christus zoeken, maar zichzelf. Ambrosius zegt, God, spreekt die bisschop aan, God looft u voor uw eigen goed leven, maar hij berispt u voor het slechte leven van mensen in uw kerk. Dus ondanks die persoonlijke heiligheid van de bisschop, bestrijdt hij niet genoeg het kwade in zijn kerk. En daarmee handelt hij zoals de hoge priester Heli. Die kent je wel, hè? Hoge priester Heli, dat is diegene die twee zonen had, die hem hielpen bij het hoge priesterschap. Toen de Joden een dier brachten om te offeren aan God, dan namen die zonen van de priester het beste voor zich en het slechte verbranden zij en gaven zij aan God. En de hoge priester Heli die wist dat die zonen eigenlijk God beroofden van offers en ook ontucht pleegden. Hè? En Heli die zei niets. Hij wist dat het verkeerd was, maar hij zei niets. En dan zei God, ik ga u straffen. Wat gaat er gebeuren? De ark van het verbond zal in de handen van de vijand geraken. En uw zonen zullen op één dag sterven. Ook gij zult sterven. En inderdaad, bij een of andere veldslag, de ark van het verbond werd veroverd door de vijanden. Door de Filistijnen. En dan zijn zonen stierven in de strijd. En Heli toen hij dat hoorde, en viel hij achterover van zijn stoel en brak zijn nek. Die bisschop, die handelt als Heli. Hier hebben we ook de vraag als familievader, als familiemoeder, als priester. Zorgen wij genoeg dat de Satan buiten blijft in ons gezin, in ons bedrijf, in onze gemeente, in ons huis, of niet? Zijn wij zoals die bisschop die vrouw Jezebel, die valse profetes, laat handelen of niet? Ook de kerk van Thyatira heeft deze dwaling. Hè? Dus onder invloed van ongeregelde hartstochten, door vrees voor moeilijkheden, hè? Satan te verdrijven, hè? Doet men mee met ontucht. Neemt men deel aan offermaaltijden. En dat is fout. Hè? En Christus dreigt. Dat is heel mooi, zegt Ambrosius. Christus heeft daar de tijd gegeven. Dat is toch schitterend, hè? Christus straft niet onmiddellijk. Hij spreekt tot ons door de stem van ons geweten. Hoe vaak hebben wij al niet een maning gekregen? Doe dit. Stop met dat te doen. En wij volgen misschien niet. We lijken misschien op die bisschop. Gaan wij na in onszelf? Volgen wij de stem van de genade of niet? Die profetes van Thyatira heeft al een waarschuwing gekregen, maar ze volhardt in haar boosheid. En nu dreigt Jezus met zwaardere straffen. En die straffen zullen een waarschuwing zijn voor andere gelovigen. En dat God niet met zich laat spotten.
Die bisschop moet beginnen met echt episcopus te zijn. Episcopus betekent bewaker. Een bisschop betekent, ik ben bewaker van mijn bisdom. Ik moet zorgen dat er geen wolven binnenkomen. Dat iedereen in de juiste richting loopt. Alle schapen naar daar lopen waar ze moeten lopen. Hij moet zich niet laten beïndrukken door visionairen. Wat is die profetes? Jezebel is zo zegt iemand die zich belangrijk wil doen. Die zeggen dat zij in naam van God spreekt. En de priester laat dat toe. Hij mag dat niet toelaten. Tot loon, als hij ingrijpt, of diegenen die gewoon trouw blijven, is ook eigenlijk heel mooi. Hè? Christus zegt, bisschop, jij doet niet wat je doet. Jij moet het doen, of ik zal u komen straffen. Maar, zegt hij, Christus, dus vers 24, je ziet dat staan, aan de anderen van Thyatira zeg ik, dus die niet gevolgd zijn, ik geef u geen andere lasten. Houd vast wat je hebt tot ik kom. Dat is ook zo voor ons vandaag in de kerk. Hè? Als wij zien dat er slechte mensen in de kerk zijn, zoals die profetes. Hè? Als we zien dat de bisschoppen niet hun taak volbrengen, wat moeten wij dan doen? Ik zeg u, houd vast wat je hebt tot ik kom. Blijven wij trouw. En beginnen we niet rare dingen te doen door nieuwe soort kerken te stichten, nieuwe godsdiensten te stichten, of geen wat allemaal, parallele kerken te stichten. Nee, we moeten gewoon dat vasthouden, dat doen wat wij altijd gedaan hebben. Houd vast wat je hebt, wat je gekregen hebt dus, tot ik terugkom. We zijn, ik benoem het, we mogen geen series worden, dat staat er eigenlijk. Wacht op mijn leven. Goed. Maar dat is voor ons die waarschuwing. Hè? Christus spreekt door ons geweten en wij moeten volgen. En als wij ons geweten volgen, die stem van genade volgen, wat krijgen wij dan? Voor degenen die tot het einde toe trouw blijven, die krijgen het eeuwig leven. Dat staat daar. Hè? Die krijgen de morgenster. Wat is de morgenster? Het is die ster die ons verlicht. Hè? Christus. Hè? In het boek Numeri staat er geschreven, 24e hoofdstuk, er zal een ster uit Jacob voortkomen. Het zijn de drie koningen die ster hebben gezien. Hè? Die ster is Christus, het licht in de duisternis. Hè? Als je trouw blijft tot het einde, zult je zalig worden, zegt Christus. In Psalm 2, als gij volhoudt, dan geef ik u de volkeren tot erfdeel en de grenzen van de aarde tot uw bezit. Gij moogt de heidenen vermorzelen met een ijzeren knots en stuk slaan met, als een aarden pot. Ziet je al lopen met uw knots? Ja. Maar dat staat daar. Hè? Dus in de psalmen staat dat geschreven. In staat dat ook geschreven. Vers 27. Met een ijzeren staf zal hij ze wijden. Degene die overwint. Gelijk de aarden vaten worden verbrijzeld. En ook Christus zegt dat. Hè? Wat zegt hij dat? Hij zult zitten op zetels, op tronen om te oordelen. Hè? Zegt hij tegen de apostelen. De stammen van Israël. De heiligen zijn al een rechter tegenover de onheiligen. Alleen al door hun bestaan zijn zij rechter. Zij veroordelen alleen al door hun heiligheid de zonde. Dat is zo. Vers 13, hoofdstuk 13 in Matthäus. Dan zullen de rechtvaardigen blinken als de zon in het rijk van hun vader. Dus wij zullen met Christus in de heerschappij, wij zullen met hem dienen is heersen. Christus dienen is heersen, zeggen de heiligen. Hè? Gij zult aanzitten in het bruiloftsmaal van de zoon van de koning. Dat betekent, gij wordt betrokken in zijn, hoe noemen ze dat in het Nederlands? Hofstaat, in zijn regering, in zijn getrouwen. Hè? Hij bespreekt met jullie wat hij zal doen in zijn rijk. Dat is eigenlijk wat er gezegd wordt. Hè? En daarom, hier toegepast op ons, en welke gave van de Heilige Geest moeten wij hier vragen? We moeten de gave van de sterkte vragen. Hè? Van trouw te zijn. De gave van de sterkte bestaat in twee delen. Agredi, maar ook sustineren. Dat betekent, we moeten niet enkel maar in staat zijn slechte dingen uit ons te verdrijven, maar ook moeilijke situaties te verdragen, zoals vandaag in de kerk. Hè? Dus niet gek te worden en van alles te beginnen doen. Hè? Gewoon trouw te zijn. De kerk van Sardes. Schrijf aan de engel van de kerk van Sardes. Dit zegt hij die zeven geesten Gods bezit en de zeven sterren. Opnieuw, ik ken uw werken. Je hebt de naam dat je leeft, maar je bent dood.
Als die meneer dat tegen u zegt, je hebt de schijn dat geleefd, maar je bent dood. Word wakker en geef steun aan de rest die op het punt staat te sterven. Want ik heb uw werken niet volmaakt bevonden voor het aanschijn van mijn God. Herinner u dus hoe ge ontvangen hebt en geluisterd. Onthoud het en kom tot inkeer. Zo ge niet wakker wordt, zal ik komen als een dief. En ge zult niet weten op welk uur ik u zal overvallen. Toch hebt ge in Sardes nog enkelen die hun klederen niet hebben besmet. Met mij zullen ze wandelen in een wit kleed, omdat ze daartoe waardig zijn. Nu het loon. Wie overwint, zal dus in witte klederen worden gehuld. Zijn naam zal ik niet uitwissen uit het boek van het leven, maar zijn naam zal ik belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie oren heeft, die horen wat de geest zegt tot de kerken. Ook hier belangrijk, Sardes, de stad Sardes, is gebouwd op een hoge rots. En die stad Sardes, die was eigenlijk, die gold als onveroverbaar. Die kon je niet veroveren. En dat maakte die stad zorgeloos. En daardoor is het toch twee keer bij verrassing veroverd. En daarom zegt Christus ook, ik zal komen op een uur waar jij het niet verwacht. De vijanden hadden de rotsen beklommen, de stad binnengedrongen zonder dat de bewoners het wisten. En tegen die historische achtergrond krijgen de woorden van de brief een bijzondere kleur. Wij moeten wakker zijn. Wij moeten waken. Want de christenen zijn bij een uiterlijke glans, bij een uiterlijke triomf, eigenlijk ingeslapen. Hun werken schijnen van betekenis te zijn, maar in de ogen van God zijn zij waardeloos. En Christus is degene die spreekt als degene die de kerk bezit, die de zeven geesten bezit. Wat zijn die zeven geesten? Dat zijn de zeven gaven van de Heilige Geest, die opgesomd worden in Isaiah 11. Isaiah 11. De geest van Yahweh zal op hem rusten, de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en godsvrucht des Heren en vrezen des Heren. Niet naar uiterlijke schijn zal hij oordeel vellen, maar oordeel vallen zal hij ook niet op het horen spreken alleen. Eerlijke uitspraken zal hij doen voor de armen in het land. Ziet je? Johannes Christus die grijpt terug op het Oude Testament. Dat de Joden, de eerste christenen, die met de Heilige Schrift vertrouwd zijn, weten dat het werkelijk God is die tot hen spreekt. En Christus geeft geen enkel lof aan de kerk van Sardes. Hij gaat direct over tot kritiek. En stel je dat voor, geval dood, persoonlijk oordeel, en Christus begint direct met tak, 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 dat gaan we verkeerd gedaan. Dat is niet aangenaam. Dat is niet aangenaam. En die bisschop, die christenen, die schijnen voor de mensen een rijk geestelijk leven te bezitten, maar eigenlijk verdienen ze de naam van doden. De goeden onder hen, die moeten trachten de anderen te bekeren. Hij zegt daar, er zijn nog enkelen in Sardes die de klederen niet hebben besmet. En die hebben dus een opgave die anderen terug te bekeren. Anders worden zij weggevaagd. Een ellendige toestand eindigt met de dood. En zo, zoals in die gemeente van Sardes, zijn er vandaag ook veel naamchristenen. Of cafetaria-christenen. Ken je dat? De mannen van de JKI, die gisteren in Antwerpen waren, die weten dat wat ik mee bedoel, cafetaria-christenen. Dat zijn christenen die naar een buffet gaan en die kiezen wat hen bevalt. En ze nemen enkel maar dat van het geloof wat zij tot zich willen nemen. En al de rest laten ze liggen. Dat zijn geen echte christenen. Hè? Dat zijn buffetchristenen. Hè? Of naamchristenen. Hè? En velen zijn het die wel een oppervlakkige kennis van onze lieve Heer hebben, maar nog nooit een persoonlijke relatie hebben gehad. Die nog nooit met onze lieve Heer hebben gesproken en zich aan hem hebben gegeven. En toch is het nodig om leven te zijn met Christus. Hè? Alleen kunnen wij Christus belijden als we met Paulus kunnen zeggen, ik ben met Christus gekruisigd, en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Ik heb mijzelf opgegeven en ik heb mij volledig aan Christus gegeven. En Christus is hier weer een goede psycholoog. En die bisschop die op het matje wordt geroepen, die direct de volle laag krijgt, die krijgt toch op het einde nog een bepaalde hoop. Geen lof, maar een hoop voor zijn gemeenschap.
Er zijn zulke in Sardes die nog niet zijn besmet met een dwaalleer of met ergernisgevende praktijken. Ze hebben zich niet laten meeslepen met de brede stroom, met de moderne ontaarding. En deze weinigen moeten een voorbeeld zijn voor de anderen. En ook dat is voor ons een maning. Hè? We moeten ons niet terugtrekken tot ons eigen eilandje, ons eigen bos waar we ons in verschuilen. Maar we moeten, zoals Christus zegt, ons licht op de kandelaar zetten. We moeten onze rijkdom die wij bezitten in de kerk meedelen aan de anderen. Hè? We moeten anderen gaan vertellen over die Latijnse mis. We moeten de anderen gaan vertellen, er is zoiets als een catechismus. En dat antwoord geeft op al onze vragen. Er is zoiets als een roeping tot werkelijk priesterschap. Een werkelijke katholieke kerk. Als jij dus helpt met het herstel van de zieken in de kerk, en met degenen die afgedwaald zijn, dat je helpt met de moedelozen terug een beetje moed te geven, dan krijg jij een wit kleed van onze Lieve Heer. Zoals in de witte steen, hè? Heel leuk. Dan krijg je een wit kleed. Maar we weten allemaal, dat herinnert ons aan die parabel van het bruiloftsmaal. Hè? Hè? Christus start een bruiloftsmaal en er is één die geen bruiloftskleed heeft, geen wit bruiloftskleed geeft. En Christus zegt, grijpt hem, smijt hem buiten, daar zal gehuil en geknars van tanden zijn. Goed, Christus zegt, dat gaat u niet overkomen. Als je zorgt dat je moedig blijft en uw gaven gebruikt die ik u heb gegeven, en dan krijg je van mij een wit kleed. Dat betekent, je zult gered worden. Je zult de hemel verdienen. En je zult met mij aanzitten aan dat bruiloftsmaal des hemels. Hè. De kleur wit wordt 19 keer vermeld in de Apocalypse. En 10 keer in verband met kledij. Hè, dus daarom. Dus belangrijk dat we dus zorgen dat wij een reine ziel hebben. Hè. Dat wij vaak te biecht gaan. Hè. Wat is vaak te biecht gaan? Enige per maand. Enige per maand is een must-have. Hè? Je moet dat. Hè? Goed, het is nu te lang om daarover te spreken, maar doe dat. Maar nog, hè, wij zullen, hoop ik, niet uit het boek van het leven geschrapt worden. Dat betekent, wij zullen dus niet gestraft worden. Hè? Psalm 69 zegt, laat hen uit het boek van het leven worden geschrapt, laat hen niet opgeschreven in het boek van de rechtvaardigen. En het boek Daniel zegt, in die laatste tijden zal Michael opstaan, de grote vorst. Het zal een benauwde tijd zijn, dus juist, ja, zoals er nog nooit is geweest, sinds er een volk op aarde was. In die tijd zal er geen volk ontkomen. Iedereen die echter trouw zal zijn, zal opgeschreven worden in het boek des levens. Dus als je opgeschreven bent in het boek des levens, zijt je van de partij van Christus, heb je de lidkaart van Christus. Word je geschrapt? Ja, dat zit niet zo goed. Ze behoren tot een andere partij. Hè? Een andere klan. Hè? Dus wie oren heeft om te horen, hij beachtte deze maning van Christus. Hè? Toegepast op ons, hè, passen wij op dat wij niet enkel maar formalisten zijn. Uiterlijkheden. Hè? Riten, gewoontes volbrengen. Hè? We moeten geen levende doden zijn. Maar we moeten werkelijk enthousiast zijn in de zaken die we hebben en voor Christus. Hè? Goed, brief aan Philadelphia, snel. Hè. Schrijf aan de engel van Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige, hij die de sleutel van David heeft, die opent en die niemand kan sluiten. Die sluit en die niemand zal openen. Opnieuw, ik ken uw werken, kunt God niets voorspiegelen. Zie, ik heb bij u een deur opengezet die niemand kan sluiten. Wel heb je slechts een geringe kracht, maar mijn woord hebt je bewaard en mijn naam niet verloochend. Zie, dat is eigenlijk heel leuk, zie, ik breng lieden van de synagoge van Satan. Ze zullen zeggen dat ze Joden zijn, toch zijn ze het niet, ze liegen. Zie, ik zal ze tot u doen komen. Ze denken, ja, God, dank u wel voor dat geschenk. Hè? Maar, dat komt goeie, ik zal ze doen neervallen aan uw voeten en ze doen weten dat ik u lief heb. Omdat gij mijn bevel tot volharding hebt bewaard, zal ik u, ook u in het uur van de beproeving bewaren, dat over de hele wereld u zal slaan, hen zal beproeven en die de aarde bewonen. Ik kom spoedig, nogmaals, houd vast aan wat ge hebt, opdat niemand u berooft van de kroon. Wie overwint,
zal ik maken tot een zuil in het huis van mijn God, en nooit zal hij eruit gaan. En ik zal erop schrijven opnieuw de naam van mijn God en de naam van de stad van mijn God, van het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt van mijn God uit de hemel. En bovendien met mijn nieuwe naam. Wie oren heeft, die hoort wat de Geest zegt tot de kerken. Philadelphia was een kleine stad die dikwijls aardbevingen heeft verduurd. De stad kreeg in 17 na Christus een aardbeving die zo noodlottig was dat vele burgers besloten buiten de stad te gaan leven en niet meer in de stad. En keizer Tiberius die hielp die stad opnieuw op te bouwen en heeft die stad een andere naam gegeven, niet meer Philadelphia, maar Neo Caesarea. En keizer Tiberius wilde van deze stad eigenlijk een Griekse stad maken. En Christus gebruikte deze stad en tot verspreiding van de ware godsdienst, de ware christelijke geest. Dat is gezegd, de christelijke gemeente in Philadelphia is een klein groepje. En dat moet ons sterken. Hè? Het gaat altijd over kleine groepjes. Hè? Dus als wij klein worden, is niet erg. Hè? Christus kijkt ook op ons neer en kent ons. Hè? Christus toont zich als een heilige en een waarachtige. En zijn werkelijke wezenstrekken van God. Hij is degene die de belofte van God getrouw zal doen in vervulling gaan. Ik ben de heilige en de waarachtige. Ik ben niet degene die u bedriegt. Ik ben degene die werkelijk dat vervult wat ik beloofd heb. De belofte Messias te zijn. Ik ben degene, daarom gaat het ook over David, die de beloften en de psalmen van David in vervulling brengt. En dus het sluiten en het openen en het niet kunnen openen, als Christus sluit, is dat gewoon een beeld van de almacht. Hè? Het kan enkel maar dat gebeuren op aarde wat Christus toelaat. Hè? Wat Christus toelaat. Hè? Dat moet ons ook sterken. Ik kan nu even sneller. Hè? En Christus geeft een erkenning aan de gemeente van Philadelphia. Er staat een deur open. Dat betekent, er is een mogelijkheid. Christus zal voor hen gunstige omstandigheden scheppen, een overvloed van genade schenken. Namelijk, ten eerste kan dat betekenen dat zij werkelijk het ware geloof zullen inzien. En midden in een grote woesternij, in een grote verwarring, zullen zij duidelijk zien waar zij naartoe moeten. Zullen ze duidelijk zien, kijk, dat is de waarheid en dat is dwaling. En die open deur is een bereidwillig hart om te horen. En Christus geeft hen een vooruitzicht. De Joden zullen zich bekeren. Weet u, als dat gebeurt, dan is het echt wel goed. Hè? Het is het moeilijkste wat er is een Jood bekeren. Hè? Het is echt wel moeilijk. Hè? Dus, maar Christus zegt, kijk, ik kan Joden naar u sturen en die zullen zich bekeren en uw kerk aansluiten. Ze zullen beseffen dat God in de katholieke kerk zijn liefde en zijn rijkdom aan de mensen schenkt. Dat alle andere godsdiensten niet de ware godsdienst zijn. En die bekeringen, die zullen de kerk van Philadelphia tot eer strekken. Ze zijn klein, maar ze vermogen veel. Dat is een oproep aan ons. Hè? Dus ondanks dat wij klein zijn, moeten wij toch apostolaat bedrijven. En velen zijn ook leden van de Militia Immaculata. Hè? Dus eigenlijk moet je elk jaar iemand winnen, iemand naar de kerk blijvend kunnen meebrengen. We moeten apostel zijn. We zijn de heilige. Want ene heilige katholieke apostolische kerk. Dat is niet enkel van, oh, de apostelen, ja, die zijn van ons. Hè? Nee, wij moeten ook apostel zijn. Dus dat is een besef dat wij moeten doen, een gewetensonderzoek. Wanneer hebben wij het laatst iemand bekeerd? Ja, want daardoor groeit de kerk. Hè? Dat wij, natuurlijk, wij kunnen niemand bekeren, wij kunnen niemand geloof geven. Dat is een ingestorte deugd, dat is God. Maar wanneer hebben wij een keer iemand proberen een voedingsbodem te maken voor dat zaadje van het geloof? Misschien is dat al een tijdje geleden, hè? Wie was de laatste heiden die dat jij bij de kraag hebt gevat? Hm? Heb je al iemand nieuw op het vooruitzicht? Wie gaat jij bekeren? Morgen. Hm? Hm? En Christus stelt hem gerust. Ook al zijn er maar weinig schapen meer, die zullen trouw blijven. Die zullen trouw blijven. Hè? De kerk zal niet ondergaan. Ook opnieuw, dan worden we niet gek in de crisis van de kerk. De kerk zal overleven, de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
En Christus zal komen en hij belooft spoedig te komen. Want als de dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden, zegt Jezus in Matthäus 24. En het loon dat die christenen zullen krijgen, is een zuil. Ook heel leuk, krijgen een zuil. Van waar komt dat beeld? Dat beeld is, als je vroeger hoge priester waart, als je hoge priester waart van de keizercultus, en als je je diensttijd gedaan had, dan kreeg je een zuil in de tempel. Dat is nu als je zo'n beroemdheid bent in Hollywood, of ik weet niet waar, dan krijg je zo'n ijzeren ster op de grond. Wel, Christus geeft u een erkenning. Hij weet wat jij gedaan hebt. Hij weet dat jij voor hem gestreden hebt. Welke werken jij voor hem gedaan hebt. Hij geeft erkenning. Weet je, iets wat als ons iets treft, dat is als wij ons best doen en niemand merkt het. Als wij iets goeds gedaan hebben en de persoon voor wie dat wij het gedaan hebben, die heeft geen enkele dankbaarheid. Dat treft ons. Wel, Christus zegt, ik geef u een zuil. Ik geef u erkenning van uw werk. Ik ga u belonen. En weer met datzelfde, met een nieuwe naam enzovoort. We kennen hem al. Goed, kort. Laatste brief. Ja, want anders is het bijna die laatste brief naar gedaan. Kerk van Laodicea. Schrijf aan de engel van de kerk van Laodicea. Dit zegt Amen. Wie is Amen? Christus. De getrouwe en waarachtige getuige. De Amen van de schepping Gods. Opnieuw. Ik ken uw werken. Ik vind het altijd zo, erg niet, maar dat is toch confronterend. Christus zegt, ik ken uw werken. Ik weet wie dat jij bent. Ik weet dat je koud nog warm bent. Oei. Och, waart je maar koud of warm. Omdat je lauw bent, warm nog koud, daarom zal ik je uitspuwen uit mijn mond. Hallo. Je zegt, ik ben rijk. Je zegt, ik heb overvloed. Ik heb behoefte aan niets. Daarom beseft je ook niet dat je ellendig bent. Erbarmelijk. Arm, blind, naakt. Ik raad u aan goud van mij te kopen, door het vuur gelouterd, omdat je rijk mocht zijn, witte klederen om ze aan te trekken, omdat u de schande van uw naaktheid niet aan de dag zal komen, en zalf te kopen om uw ogen te zalven, omdat je mocht zien. Ik bestraf en tuchtig al wie ik lief heb. Ook dat is interessant, hè? Ik bestraf en tuchtig al wie ik lief heb. Doe dus uw best en bekeer u. Zie, ik sta aan uw deur. Oei. En klop, wanneer iemand luistert naar mijn stem en de deur zal openen, dan kom ik bij hem binnen om maaltijd met hem te houden. Wie overwint, zal ik naast mij doen zitten op mijn troon, zoals ik zelf heb overwonnen en met mijn vader op de troon ben gezeten. Wie oren heeft, hij oren wat de geest tot de kerk zegt. Laodicea opnieuw is een belangrijke industriestad. Wat verkocht men in Laodicea? Zwarte klederen. Zwarte klederen, ideaal voor Sutans. Als je een stad moet kopen, moet je naar Laodicea. De stad stond ook bekend voor haar geneeskunde. De namen van de geneesheren in Laodicea stonden zelfs op de munten van het Romeinse Rijk. En ook in de geneeskunde had haar specialiteit, namelijk de oogheelkunde. Opticiën zaten daar. En er werd een oogzalf bereid in Laodicea, die verkocht werd over heel het Romeinse Rijk. En door haar welvaart had de stad een bepaalde zelfgenoegzaamheid. Ze dacht, ja, hier is het in orde, hier is het goed. En net zoals de christenen denken, ik ben echt goed, een goede christen. In het jaar 60 werd de stad Laodicea getroffen door een aardbeving. En de stad Rome gaf aanbod van hulp in de wederopbouw. Maar de Laodicea die zei, ik heb uw hulp niet nodig, ik kan voor mijzelf zorgen. En zo zijn ook de christenen die denken, ja, wat de kerk zegt, wat de pater zegt, wat er allemaal verlangd wordt, nee, dat volg ik niet. Ze zijn eigenlijk protestanten. Ik doe mijn eigen zin. Ik weet waar het naartoe gaat. Ik heb de Heilige Schrift. Ik zeg hoe dat God zegt dat het zegt. Ik zeg wat God me denkt, hoe dat het zegt. Ik ben genoeg van mijn eigen. En Christus zegt, nee. Zo is het niet. Mijn ja is een ja en niet nee en ja. Ik ben degene die waarachtig is. Ik ben niet zoals jij die je eigen waarheid maakt. Ik ben degene die betrouwbaar is. Ik heb namelijk de schepping gemaakt. Goed, overspelen.
En dan geeft Christus kritiek. En door zelfgenoegzaamheid in wereldse aangelegenheden zijn die christenen van Laodicea ook zelf genoeg in hun godsdienst. Hè. Hun hoogmoed maakt hen blind en verhindert hen hun eigen geestelijke armoede te zien. Er zijn ook christenen die denken dat ze heilig zijn. Hè. Er zijn sommigen die denken dat ze al een aureool hebben. Hè. En Christus zegt, als je denkt te staan, of Paulus zegt, als je denkt te staan, zie toe dat je niet valt. Hè. Hè. Werk uw heil in vrees en bangen. Denk niet dat je daar al bent. Hè? Christus zegt namelijk dat je arm, blind en naakt bent. En ze wanen zich rijk en ze zijn arm. En hij geeft hen raad goud te kopen. Dat betekent goud, zoals de drie koningen, is het beeld van de liefde. En ze moeten hun liefde weer ontvlammen. Hè? Witte gewaden, ze moeten zwarte gewaden van Laodicea moeten zij inruilen voor witte gewaden. Dat betekent, ze moeten berouw hebben. Ze moeten werken om het zwarte van hun ziel weg te krijgen. Vluchten van zondige gelegenheden. Biechten. Anders gaan ze op een gegeven moment naakt staan, met laatste oordeel. En nu kunnen ze wel zeggen tegen anderen, ik heb boodschappen. Of ik heb verschijningen. Maar dan, als de Christus terugkomt en iedereen toont zoals hij werkelijk is, weet je, met het laatste oordeel gaan we allemaal van elkaar elke zonde kennen. Hè? Dan gaan we dan naakt staan. Dan gaan we niet kunnen ons voordoen met een andere mantel. Hè? We gaan daar staan zoals we zijn. Christus is dat waarachtige, zegt hij. Hè? En daarom zegt Christus, koop nu maar een wit kleed. En ziet maar dat je in orde bent. Ziet maar dat je een witte ziel hebt. En koopt u oogzalf, zegt Christus. In uw stad wordt de oogzalf verkocht, maar gij bent geestelijk blind. Gij moet bidden om geloof. Gij moet bidden om nederigheid, om in de waarheid te komen. Gij moet dus mediteren. Dat betekent, oogzalf smeren betekent mediteren, overwegen over de geestelijke waarheden. Hè? Om God te kunnen aanschouwen. Want nu zijt je koud nog warm. Hè? Het is eigenlijk dat Christus zegt, ofwel kies voor de hel of kies voor mij. Maar kies niet voor twee. Omdat je lauw bent, zal ik je uitspuwen. Het zijn dus eigenlijk mensen die zich vrijwillig in de zonde houden. Hè? Die niet genoeg doen om uit de doodzonde weg te geraken. Hè? Mensen die een religieuze plicht wel vervullen in gemeenschap, maar één keer als ze alleen zijn, niet meer doen. En bijvoorbeeld, als we in het gezin gewoon zijn om de rozenoetje te bidden, en dan plotseling iedereen is weg en we zijn alleen, oh ja, het rozenoetje valt weg. Misschien is dat zo, hè? Dus, of we rijden mee met iemand naar de heilige mis en die mens is ziek, oh ja, deze week ga ik ook niet naar de mis. Dus dat zijn zulke mensen. En zulke mensen spuwt God uit en stoot ze af. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt de Vader uit. Omdat je koud waart en niet warm, spuug ik je uit. En nou waard. En daarom, en nog heel belangrijk dan ook, zegt Christus, ik tuchtig hem die ik lief heb. En vaak zeggen wij, oh, ik doe alles voor Jezus en ziet wat hij mij aandoet. Maar ja, hij tuchtigt u, omdat hij u lief heeft. Hè? Dat is hij kastijdt het kind dat hij lief heeft. Spreuken 3. Paulus zegt, de Heer bestraft wie hij lief heeft en hij geeselt iedereen die hij aanneemt. En dus, als het met u goed gaat, begint u zorgen te maken. Hè? Daarom, hè, begint u zorgen te maken. Hè. En Christus heeft zijn heilzame werking op de kerk van Laodicea niet stopgezet. Hij staat voor de deur. Hè. Ondanks dat wij misschien een beetje niet volledig voor hem kiezen. Hij klopt op onze deur. We moeten hem enkel maar binnenlaten. En dan zal hij bij, met ons zijn. Hè. En laat uw lenden omgord zijn, brandend. Wees gelijk aan mensen die op een Heer wachten wanneer hij terugkomt voor de bruiloft. En als hij aanklopt, meteen open doen voor hem. Zalig zijn de dienaren die de Heer bij zijn komst wakend vindt. Ik zeg u, de Heer zal zich omgorden en hem tafel uitnodigen en bij hen komen om hen te dienen. Dat is een mooi beeld. En als loon zal hij het eeuwig leven schenken, en voorgesteld, dus in het delen in de heerschappij van Christus. En voorwaar, ik zeg u, gij die vervolgd zijt omwille van mij, gij zult bij de wedergeboorte, wanneer de mensen zo zal terugkomen, zetelen op tronen van heerlijkheid en de 12 stammen van Israël oordelen. Psalm 122. En daar staan zetels voor het gerecht en het troongestoelte in het huis van David.
en de gerechten zullen zich neerzetten met de koning. Hè? Dus wij, als wij dus die ogen zelf kopen, en die meditatie verrichten, smaak hebben aan het leven in God, en dan zullen wij uiteindelijk die visio beatifica hebben, het aanschouwen van God. Hè? Goed. Ik zou zeggen, we gaan hier stoppen. We gaan nu het lof doen. We gaan ons rozijntje bidden. We vragen aan onze Heer dat we die verschillende maningen dat hij aan de kerk van aan die zeven kerken heeft gegeven, dus aan de katholieke kerk, aan elke ziel persoonlijk, op ons mogen toepassen. En elke kerk heeft een bepaald aspect waar wij een gewetensonderzoek kunnen over doen. En doen wij dat en proberen wij in de adventstijd op die woorden van Christus te achten en beterschap aan te brengen. Hè? En ten tweede wil ik zeggen, en nog een keer die oproep doen, en trachten wij die actie van 4-4, of ik weet niet wat ik moet noemen, in 4 weken tijd, die 4 evangelieën te lezen, en echt te doen. Hè? Zoek uw heilige schrift, stof hem af, zoek het begin van het Nieuwe Testament, hè, want het staat niet vooraan, maar ergens op het einde, hè, en begin morgen of vandaag hè, enkele hoofdstukken daaruit te lezen. En zie dat je tegen volgende week aan 2 evangelie kunt beginnen. Hè? En zo zijn wij werkelijk voorbereid op die komst van onze Messias. Hè? Ik zou zeggen, we doen een beetje groet en dan, diegenen die kunnen, zien we elkaar terug in de volgende. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van ons dood. Amen. Heilige Johannes, bid voor ons. Naar de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen.